De landelijke overheid legt vanaf 2015 verschillende belangrijke taken bij de gemeente neer. Het gaat om taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn en werk. Nederland moet de komende jaren veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Zorg en ondersteuning worden wel minder vanzelfsprekend. Eerst kijkt u wat u zelf kunt doen met vrienden, familie, kennissen en vrijwilligers. De gemeente zorgt niet meer voor alles. Jong of oud, rijk of arm, voor alle inwoners van de gemeente Tiel gaat er wat veranderen. Wie professionele ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. Tijdelijk als het kan, permanent als het nodig is. Wij staan hier bij de Vier Gewinnen. Hier kan u terecht bij de loket Wonen, Welzijn, Zorg voor vragen op het gebied van de zorg. De collega's van de WMO, de consulenten, hebben hier loket dagelijks. En als u advies nodig hebt, een vraag, kunt u hier bij ons terecht. Zo mogelijk proberen we u gelijk advies, uw vraag te beantwoorden. Is dat niet mogelijk zijn, dan kan een afspraak gemaakt worden dat een consulent bij u langskomt om thuis in alle rust uw situatie met elkaar te bespreken. Kijken wat uw mogelijkheden zijn, wat de andere mogelijkheden zijn in de omgeving of wat de gemeente eventueel voor u kan betekenen. Het loket Wonen, Welzijn, Zorg bevindt zich in de Vier Gewinnen aan het Vier Gewinnen nummer 4 in Tiel. Samen gaan we zorg en ondersteuning anders regelen. Snel, dicht bij huis, één aanspreekpunt, minder doorverwijzingen. Kijk voor aanvullende informatie en veelgestelde vragen op de website www.tiel.nl.